Zo, ja, dat is wel. Oh, liet jij nou een boer? Je ziet mijn armen niet eens door al dat haar. Jongen. Het is dinsdag, dus tijd voor een random video. En hoe random is dit? Ik heb ineens lang blond haar. Veel van jullie weten onderhand wel dat ik een soort van obsessie heb met haar en pruiken. En dat ik een soort van pruikenverzamelaar ben. Wist je dat nog niet? Bij deze, dan weet je het nu. En ik heb een nieuwe pruik op. Die ga ik vandaag reviewen, maar niet alleen reviewen. Ik ga hem namelijk ook verven. Want dit is de allereerste pruik die ik heb van echt mensenhaar. Hij is naar mijn mening veel en veel te geel. Op het beeld valt het waarschijnlijk wel mee. Maar in het echt is dit echt rete geel. Ik heb vroeger heel licht haar gehad en dat vond ik eigenlijk super mooi. En ik zou het elke dag wel willen. Elke dag sta ik op en dan kijk ik in de spiegel en denk ik van, wat is mijn haar donker? Ik zou toch wel willen dat ik weer echt flink blond was. Maar als ik dat doe, dan breekt mijn haar af. Dan kan ik het niet mooi laten groeien. Wordt het nooit meer gezond. En dan kan ik een boblijn blijven knippen. En ik wil geen boblijn. Ik wil gewoon mooi vrouwelijk lang haar. Vandaar deze pruik. Dan hoeft dat gezeik helemaal niet. Verder vind ik het trouwens heel erg bijzonder dat deze pruik gewoon echt haar heeft. Ik bedoel, dat idee is gewoon heel apart. Hij is ook echt super lang. Ik laat hem even zien. Hij is 22 inch. Deze pruik komt van irresistiblemeat.com en ik heb al vaker dingen van hun thuis gekregen. Het is trouwens niet dat ik voor zo'n video word betaald, maar zij mailen mij gewoon van, joh, wil je er een hebben? Is leuk voor je video's. En ik denk van ja, waarom niet? Want anders ga ik er toch zelf voor sparen. Ik wil toch zo'n ding en ik wil het toch een keertje hebben. Dus waarom niet? Ik heb het gewoon aangenomen en dan heb ik voor jullie ook weer een toffe video. Toen ik deze pruik binnenkreeg en de box openmaakte en hem voor het eerst zag, was ik heel enthousiast over de haarkwaliteit, maar ik was minder enthousiast over de kleur. Ik wist van tevoren wel dat het een hele gele kleur zou zijn. Het is de 613 kleur, platinum blond. En die 613 kleur, die staat nou eenmaal bekend om het feit dat hij er wat gelig uitziet. Dus ik wist van tevoren wel dat ik hem al moest gaan verven, maar dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk om te doen voor in de video. Dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar de pruik was ook nog eens veel en veel te dik. Ik had een dikte van 150% genomen, want ik denk, ja, een dikke pruik, hoe dikker hoe beter, waarom niet. Maar dit gedeelte, dat stond heel bol, het zag er heel nep uit. Dus ik had beter 100% dikte kunnen nemen. Ik denk dat ik de dikte van deze pruik echt gewoon heb gehalveerd door het uit te dunnen. Ik heb nog wel een voorbeeldje van wat er van over is gebleven. Dit is het haar wat ik er vandaag nog af heb gehaald. En een paar weken terug heb ik nog veel meer van het haar eruit geknipt. Het was gewoon zo ontzettend veel. Het zag er zo ontzettend nep uit. En dat doe je gewoon met een uitdunschaartje. Met van die karteltjes. En dat doe ik gewoon onder een pluk. Knip ik erin en dan trek ik het haar eruit en dan wordt hij steeds dunner. En naar mijn idee ook veel natuurlijker. Het is een full lace wig en ik weet niet of dat jullie iets zegt, maar dat betekent dat de gehele pruik met de hand is gezet met haartjes. Dus niet dat er hier een hele baan zit en hier een hele baan, maar het haartje zit gewoon net als op je eigen hoofd op de goede plek en niet één baan. En dat hoort een pruik heel erg natuurlijk te maken. Maar ja, wat ik nu ga doen, ik ga met conditioner en semi-permanente paarse haarverf ga ik een mix maken. Die verdeel ik over mijn pruik. Dat laat ik even intrekken. Dan was je het eruit. En dan zou het geel gewoon uit je haar moeten zijn. Dus ja, we gaan maar gewoon beginnen. Ja, maar eerst geef natuurlijk even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je nog geen abonnee bent. Komt-ie. Om te beginnen, wat hebben we allemaal nodig? Nou, een bakje om je haarverf in te mengen. De haarverf. Manic Panic Lilocs gebruik ik hiervoor. Een speciale kwast om je haar mee te verven. Conditioner. En aluminiumfolie. Het maken van het mengsel is verder heel erg simpel. Je pakt gewoon een hele hoop conditioner. Ik heb eigenlijk alle conditioner uit de fles uiteindelijk gebruikt. De kleur wat het papje heeft is ongeveer ook de kleur hoe het zou gaan uitpakken op je haar. Dus het is maar net hoeveel verf jij erbij doet en hoe donker jij je haar wilt. Ik heb ervoor gekozen om uiteindelijk voor pastelpaars te gaan. En daarom heb ik iets meer paars in het mengsel gestopt dan eigenlijk mijn bedoeling was. Als je het mengsel uiteindelijk toch te donker vindt, kun je er altijd nog meer conditioner bij doen. Dan ga je het verdelen over je gele haar en ik begin met mijn pruik op. Dat vind ik gewoon veel handiger, zodat ik goed de scheiding kan meepakken en de bovenste laag van het haar. En daarna ga ik gewoon verder op een folietje en dan zal ik het gewoon ja, gelijkmatig erin masseren. Dus ja, gewoon verdelen en that's it.
Nou, uiteindelijk kun je hem lekker gaan uitwassen en feunen en dan zie je hoe daadwerkelijk de kleur is geworden. Wow, 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 wow. Oh mijn god. Wauw, het is zo mooi. Nou, ik heb dus zojuist de verf eruit gespoeld, gefeund en gestyled. En dit is dus het resultaat en ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou worden. Ik ben totaal geen professional. Ik heb ook maar wat gedaan. Bij de wortels had ik best wel problemen met het insmeren en het goed verdelen. Want er bleven best wel veel blonde plukken zitten. En dan moest ik helemaal... Ja, ik heb ook geen kaphoofd om de pruik op te zetten. Dus het was echt een gepiel om echt alles goed gedekt te krijgen. Maar ik ben zo blij met het resultaat. Ik had echt verwacht dat het een beetje zou gaan mislukken. Maar ik ben echt blij verrast. Ik heb er uiteindelijk ook voor gekozen om er iets meer paars bij te doen. Zodat het meer pastel, paars, grijs werd dan dat het wit-blond werd. Terwijl ik zeg maar de verf aan het mixen was, kwam het in me op. En ik dacht, oké, ik ga gewoon voor pastel paars. I don't give a shit. Maar dit kapsel is dus echt mijn grootste wens. Ik wil zo graag deze lengte met deze kleur van mezelf. Maar ja, onmogelijke missie gewoon. Wat ik ook zo fijn vind aan deze pruik is dat je geen lijm hoeft te gebruiken. Want bij veel pruiken met lace front of full lace moet je altijd de pruik hier gaan vastlijmen. Nou, hier zitten dus twee extension clipjes die je met clip-in extensions zeg maar ook hebt. Dus dan kun je ze heel goed vastzetten. Hier heb je schuifjes, hierachter heb je een schuifje. En ook nog een clip, dus je kan hem gewoon heel erg goed vastzetten. Je hebt ook nog van die verstelbare lintjes achterin, zodat je hem nog strakker kan maken. En ik ben zo ontzettend blij hiermee. Ik had het echt niet verwacht. Ik zit nog steeds zo naar mezelf te kijken van... Had ik dit maar echt gewoon mijn eigen haar. Maar helaas pindakaas, ik moet het hiermee doen. Wil je dit dan met je eigen haar proberen of met je extensions? Of heb je nou ook een pruik? Ga dan eventjes naar de beschrijving. Heb ik alles stap voor stap nog beschreven. Kun je gewoon rustig eventjes nalezen op je eigen tempo. Dan zet ik er gelijk ook alle informatie bij over deze pruik. Want hij is gewoon echt geweldig. Ik had het veel eerder moeten doen. Dat ding ligt al weet ik veel hoeveel maanden op de plank. Al 2 maanden. En ik heb er nooit wat mee gedaan omdat ik hem zo geel vond. En ik had nooit verwacht dat dit eruit zou komen. Maar als ik dit eerder had geweten, dan had ik gewoon direct deze video opgenomen. En willen jullie nu wat voor- en na-shots? Dan krijgen jullie voor- en na-shots. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hadden. Ik vond het in ieder geval echt ontzettend leuk om te doen. Geef natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En aangezien ik die pruik eigenlijk nooit draag, denk ik dat het wel leuk is om ze gewoon af en toe in een video op te doen. Waarom niet? Ik ben ook wel benieuwd of jullie vaker pruikvideo's willen. Laat het mij alsjeblieft allemaal eventjes weten onder in de reacties. Ik zie jullie aankomende vrijdag in ieder geval weer met een nieuwe Leuk of Meuk. Tot dan. Bedankt voor het kijken. Mwah. Love you. Doei doei!